Sommige mensen zitten net op een ander spoor dan de rest. Zij proberen met hun denkbeelden de samenleving en macht scherp te houden. In BNR's Big Five van de Dwarsdenkers praat ik met hen over hun werk en de dossiers die ze bezighouden. We kijken door hun bril naar de actualiteit en de maatschappij. Nou, met wie kun je nou een thema als dwarsdenkers beter aftrappen dan met een onderzoeksjournalist? Luizende Pels van de politiek en de media. Hij is ook vaste columnist van HP De Tijd. Ton F. van Dijk is vandaag hier. Welkom. Dankjewel. Voordat we het gaan hebben over je journalistieke onthullingen, en dat zijn er nogal wat, wil ik graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst, jij noemt jezelf tegenwoordig hobbyjournalist. Daar gaan we het heus wel over hebben. Maar je was ooit omroepbestuurder, je was verslaggever, je was hoofdredacteur. Welke functie mis je het meest? Nou, eigenlijk geen één. Ik heb me verzoend met de situatie zoals die nu is. Dus ik heb een mooie loopbaan achter me liggen. Ik ben begonnen als tv-journalist, verslaggever, overal geweest. BNR Beurs, elke werkdag beursnieuws over wankelende banken. De lijst van schandalen, dat krijg je niet op een nieuwe wc-rol, zo lang is het. Met de vooruitziende blik van een analist. BNR Beurs, speciaal voor de slimme beleggen. En toen ben ik een beetje omhoog gevallen. Nou, zo kennen wij elkaar ook, ja. Want ik werd op vrij jonge leeftijd al hoofdredacteur van AT5 in Amsterdam. Waar ik op nog iets jongere leeftijd verslaggever mocht zijn. Nog iets jonger, maar daar was iedereen iets jonger. Ja. Hè? Dus volgens mij was de gemiddelde leeftijd 12. Ja, zoiets. Ja. En daarna ben ik naar Hilversum gegaan. Ben ik verantwoordelijk geworden voor de televisieprogrammering. En op een gegeven moment in mijn leven, rond mijn 55ste, ben ik ziek geworden. Ziekte van Bechterew. Heb ik onder andere, ja. En daardoor bleek uiteindelijk dat ik dat werk niet kon blijven doen. En toen ben ik, heb ik mezelf uitgeschreven, letterlijk. En, die verzoening, zoals je het zegt, gaat dat zonder slag of stoot? Of komt nee, dat gaat niet zonder slag of stoot. Maar inmiddels ben ik wel in een fase dat ik denk van, oké, weet je, dat is nu, dat weten we nu. En nu ga je gewoon je ding doen wat je nog kan. En als hobby? Ja, als hobby. Dus ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind op het moment dat ik het kan en leuk vind en dat het goed gaat. En ja, het resultaat daarvan is dat ik af en toe ook nog zelfs bij een belangrijk radioprogramma mag komen, zoals dat van jou. Nee, het is een eer om met je af te trappen, want ja, we hadden het al over. Je was mijn oude hoofdredacteur bij AT5. Weet je zelf eigenlijk nog eens mijn tweede vraag om mee te beginnen, dat je mij behoed hebt voor ontslag bij AT5? Dat ik jou, en ik heb vast gezegd, je moet nog even blijven, want ervaring op doet niet. Ik had een blunder gemaakt. Ik was naar een voetbaltoernooi gegaan op de Dam, waar Johan Cruijff was. Die vroeg aan mij, wil je me nog interviewen? Toen zei ik, nee, dit jaar is niet nodig, meneer Cruijff. Ik dacht, ik wil alles anders doen, een beetje creatief zijn. Toen was een eindredacteur zo woest dat hij me wilde ontslaan. Dat heb jij tegengehouden destijds. Ja, nou, kijk, dat hoor ik graag. Dank is eeuwig, dat snap je. Ja. Over die journalistieke onthullingen, laat het over hebben. Je hebt als onderzoeksjournalist echt zo ongelooflijk veel onthullingen op je naam staan. Ik noem er maar een paar omstreden commissariaat van CDA-leider Ilko Brinkman. De beste Elsbriefjes van VVD-leider Frits Bolkestein. De publicatie die leidde tot het aftreden van VVD-Kamerlid Hanter Broeke. Grensoverschrijdende relatie had hij gehad met een medewerkster. Tot aan de onthulling van oud-NPO-voorzitter Sjoela Rijksman. Die is in 2017 op privévakantie geweest met toenmalig staatssecretaris Sander Dekker. Hij had ze niet gemeld bij de NPO. Is dat nou zo'n kick als ik denk dat het is? Al die onthullingen? Vroeger wel. Toen ik jong was, had ik natuurlijk enorm veel scoringsdrift. Overigens, die eerste paar dingen die je noemt, heb ik samen gedaan met Steven de Vogel. Ja. Oud-Vrij Nederlands journalist die toen samen met mij bij Reporter werkte bij de KRO. Dat wij samen hebben opgezet als onderzoeksjournalistiek programma. En die helaas niet meer onder ons is. In het begin, als je aan het begin van je carrière staat, had ik echt wel een droom. Ik wilde een beroemde journalist worden, grote onthullingen doen. En daar leefde ik ook volledig voor. En dat was ook heel vermoeiend natuurlijk, want dan ben je 24/7 alleen maar bezig met dat ene. Maar dan was het wel heel belangrijk natuurlijk dat je beloond werd met die onthulling. En dat dat ook aandacht genereerde. En je hoopte natuurlijk daarmee de wereld te veranderen. Dat gebeurde nooit. Want ja, je hebt een onthulling en daarna gaat de wereld weer gewoon verder zoals hij was. Niet helemaal waar, toch? Mensen moeten aftreden. Ja, dat wel, maar ik bedoel, ja, maar er verandert wezenlijk niks aan het systeem. Dus, nee, er verandert niet echt iets. Misschien dat, kijk, een aftreden is natuurlijk ook nooit een doel of zo. Nee. Daar gaan andere mensen over. Jij maakt een verhaal, ja. En als dat consequenties heeft voor personen, ja, dan is dat heel vervelend. Het is meer om aan te geven dat wel iets teweeg brengt. Ja, dat wel. Als ik ernaar kijk en als ik ze zo opnoem, dan lijkt de rode draad te zijn, het gaat om personen met macht. Ja, macht. Ja, je
is, je bent natuurlijk, denk ik, als journalist ben je kritisch naar de macht. En de macht wordt heel vaak belichaamd door personen, mensen. En dan kom je automatisch, dus als je kritisch naar de macht kijkt, ook bij personen terecht. Dat is overigens het minst leuke stuk ervan. Want je realiseert je toen heel goed dat een verhaal gevolgen kan hebben voor iemand anders, een medemens. En daar heb ik altijd last van gehad. Dus ook toen al. He, je noemde net Elko Brinkman. Nou, dat heeft destijds hele grote gevolgen gehad voor hem. Een verhaal wat wij gemaakt hebben. Ja, ik heb daar ook geen seconde lol van gehad dat het voor hem die gevolgen had. En dat geldt ook voor veel later, dus Hand en Broeke. Ja, ik bedoel, dat hij moest aftreden, dat heeft mij geen enkel genoegen bezorgd. Wat was dan wel het genoegen? Waar zat hem dat in, bij die verhalen? Nou, dat je iets wat relevant is onderzoekt en daar bepaalde bevindingen genereert. En vervolgens, ja, dan is het je taak als journalist, als het voldoet aan de criteria, namelijk de feiten kloppen, het is relevant, dan moet je het ook brengen. Hè? En dan is het ook een beetje publish and be damned. Mm-hmm. Je moet dat soort verhalen gewoon brengen. Je kan je niet afvragen van, ja, wat heeft het voor gevolgen voor iemand of zo. Dan moet je natuurlijk wel afvragen, maar ja, dat kan niet altijd doorslaggevend zijn. Die implicatie die het had voor het leven van de mensen over wie jij schreef of publiceerde, die leken op een bepaald moment ook de andere kant op te gaan. In 2020 was er een brand in je huis. En er werd toen, stond overal te lezen, werd rekening gehouden met brandstichting vanwege spraakmakende publicaties die op je naam hebben staan. Ja, nou ja, inderdaad, in 2020 is mijn huis volledig afgebrand. Maar dit is heel erg speculatief. Ja. Dus, en dat lijkt mij niet verstandig om dat zeg maar, op de radio te doen. Nee. Dus, want er is nog steeds, is daar niets meer duidelijk over? Nee. Dus er is wel onderzoek naar gedaan. De politie heeft een heel groot onderzoek gedaan. Maar wat daar precies achter heeft gezeten is nooit duidelijk geworden. Ik vraag ernaar omdat je aan de redactie vertelde dat je tegenwoordig soms meer twijfel hebt dan voorheen of je iets moet publiceren. Klopt. Vroeg me af of dat daar wellicht mee te maken heeft. Nee. Het heeft meer te maken met de fase van mijn leven waar ik in zit. Dus ik ben nu ouder. En ik denk als je ouder wordt. Het is 60 nu, hè? Ja, 60 ben ik, ja. Als je ouder wordt, ga je ook meer relativeren. Tenminste, in mijn geval is dat zo. Ik denk heel veel mensen die ouder worden gaan meer relativeren. En dan ga je iedere keer afvragen van, is het waard? He, want je publiceert iets en vervolgens een paar dagen later gaat alles weer gewoon verder. Alleen dan blijft er wel iemand, zeg maar, misschien heel erg beschadigd op de grond liggen. Mm-hmm. En dat betekent dat ik hele hoge eisen stel aan het verhaal zelf. Klopt het wel, maar is het ook echt waard om het te publiceren? Heb ik echt die overtuiging? En de verhalen die je laat liggen op basis van die rangschikking? Ja, het kan zijn dus ook dat ik week ben geworden. Hè? Dus dat ik misschien helemaal niet meer geschikt ben. Maar soft. Ik heb inderdaad het afgelopen jaar heb ik 2 keer een verhaal, wat ik al had geschreven zelfs, wat al in de online omgeving van HP De Tijd stond. En wat helemaal klaar was voor publicatie. En wat ook heel erg nieuwsmakend zou zijn geweest, heb ik toch besloten om het niet te publiceren. Omdat het hele grote gevolgen had voor individuele personen. En dat ik voor mezelf niet de overtuiging had dat dat het waard was. Dat zeg maar de verhouding klopte tussen de onthulling en de gevolgen. Die persoonlijke gevolgen voor degene over wie het ging. Ja. Die personen over wie dat ging, wisten die dat het verhaal er mogelijk aan zat te komen? Ja. Ik heb natuurlijk contact gehad met die mensen en ook vragen gesteld over zaken. En dan kom je op een gegeven moment tot de conclusie van, ja, heb ik nou de overtuiging dat ik dit verhaal moet brengen, wetende dat het enorme consequenties heeft voor die persoon? En dan in die belangenafweging heb ik uiteindelijk een andere afweging gemaakt. Maar je kan ook zeggen, ja, Ton, je bent gewoon eigenlijk niet meer geschikt. Want je had het wel moeten publiceren. De Ton F. van Dijk van 30 jaar geleden had dit wel gepubliceerd? Waarschijnlijk wel, ja. Ja, als ik heel eerlijk ben, toen had ik natuurlijk nog scoringsdrift. Hè, en toen was het ook mijn vak. Het zou heel goed kunnen dat ik dat toen wel had gedaan. Maar eigenlijk is het ook wel een soort verrijking dat je nu die afweging maakt en ook kunt maken. Dus dat is ook weer mooi. Waar zit die verrijking in? Nou ja, dat je dus in staat bent om ook te beslissen dat je iets niet publiceert. Al heb je. Kijk, als jij natuurlijk. Je zei net, published and be damned. Ja, klopt. Maar als jij natuurlijk schrijft voor je beroep en je verdient daar je geld mee, ja, dan zou je natuurlijk elke week
een stukje moeten maken. En als je onderzoeksjournalist bent, dan zeggen jouw collega's op de redactie: hey, jij werkt nu al een maand aan een verhaal en wij moeten elke dag een stukje maken. Waar blijft dat verhaal? En dan heb je niet de luxe om te zeggen van: nou ja, ik heb toch mijn twijfels bij dat verhaal. Maar als hobbyjournalist heb je die vrijheid wel? Ja, ik heb volledige vrijheid, want ik kan gewoon zelf bepalen of ik het waard vind of niet. We trappen deze week af met dwarsdenkers, maar ben je helemaal niet meer. Maak jij ervan. Milde oudere man uit worden. Ja, misschien. Ja, dan misschien heb je een verkeerde gast uitgenodigd. Nee, ik weet het niet. Dan moeten we tijdens dit uur maar achter zien te komen. Ja. Maar ik probeer alleen maar. Zie je zelf als luisterende pels? Ja, dat is. Kijk, ik ben natuurlijk mijn hele leven lang. Dus daarom vind ik het wel grappig dat jij mij als een dwarsdenker ziet. Ik heb mijn hele leven lang heb ik me toch. Ja, wel een beetje buiten het systeem geplaatst gevoeld. Dus ik, ook al heb ik macht gehad, heb ik nooit het gevoel gehad dat het zo was. En had ik ook nooit één op één die identificatie met dat soort functies. Dus ik ben altijd, vind ik zelf, redelijk consistent geweest in wie ik ben. En dat is altijd kritisch naar de macht. Ik ben nog steeds kritisch naar de macht. Ik schrijf natuurlijk hele kritische stukjes voor de hele tijd over de politiek. Over politici, het maakt niet uit van welke partij. Dus in die zin ben ik natuurlijk een luis in de pels in het spreekwoord. Ook Art Rooijakkers vind je in de BNR-app. Zeker, je kunt live de Big Five luisteren. De BNR-app met breaking news. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder Boekenstein en De Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.